Hi, het is Tim hier en in deze video geef ik je één hele simpele manier om als je relatieproblemen hebt doordat jullie een weinig of zelfs helemaal geen seks meer hebben, om dat op een hele eigenlijk eenvoudige en misschien ook een beetje gekke manier op te lossen. Het werkt als volgt. Je gaat simpelweg seks op de agenda zetten. Je gaat er tijd voor maken. En dit klinkt belachelijk onromantisch en een belachelijk praktische, mannelijke oplossing. Maar het is heel gek, maar iedere keer als bij beide partijen er eigenlijk wel de wil is, zeg maar, om het liefdesleven te verbeteren en om het seksleven te verbeteren, maar dat het simpelweg niet lukt, omdat je er niet aan toe komt, omdat je iedere dag lange dagen maakt, hard werkt, een druk leven hebt, veel hobby's, weekenden vol plant en alles. Dat jullie simpelweg er gewoon niet aan toekomen. Omdat op het moment aan het eind van de dag dat jullie eindelijk in bed liggen, jullie allebei zo uitgeput zijn dat je ook eigenlijk helemaal geen zin meer erin hebt, wat logisch is. Als dat het probleem is en beide partijen willen het oplossen, is een hele simpele manier om te zeggen, hey, we gaan een vaste dag maken waarop we seks met elkaar gaan hebben. We kiezen gewoon uit, weet je, van maandag volleybal, dinsdag de kookvereniging, nou, en woensdag is ons speciale avondje samen. En maak het dan gewoon een leuke avond waarbij jullie bij wijze van spreken op date met elkaar gaan, waarbij je echt tijd voor elkaar maakt, waarbij je elkaar echt verleidt en gewoon zegt van oké, die avond is voor ons en die avond is voor ons seksleven. En het is een hele simpele manier. En iedere keer als ik mensen voorstel, denken ze in eerste instantie, hey, dit is een beetje gek. Maar dan een paar maanden later, dan zie je vaak dat die woensdagavond, dat er ook nog een donderdagavond heel makkelijk achteraan komt. Simpelweg omdat je weer één keer intiem met elkaar bent in de week. Dat automatisch, dat jullie vanzelf alweer een beetje op gang of op stoom of laten we een gekke term ervoor gebruiken komen. In ieder geval, als je nu dit probleem hebt, probeer dit trucje een keer. Als je nog meer uitleg hierover wil, ik heb een artikel geschreven met in totaal 5 tips voor als je op dit moment geen of weinig meer seks hebt en je daardoor relatieproblemen krijgt. Nou, als je wil weten wat die andere tips zijn, klik dan even op de link in de omschrijving. Ga ermee aan de slag en dan zie ik je in de volgende video. Doei!